De Bond van Plattelandsvrouwen. Baugien Heukers is het allertrouwste lid. Ze is 88 jaar oud en ze zit er al 60 jaar bij. Ze ging bij de Plattelandsvrouwen om contact te hebben. Je trof andere soort mensen. En wat zat in het onderwijs en, en dat verrijkt je, daar word je echt. Uh... Ook rijker van. Hoor. De bond organiseerde bijeenkomsten, lezingen, uitjes en cursussen. Gezelligheid was belangrijk, maar je stak er ook wat van op. Ik heb nog eens een keer een uh, technische cursus gehad, weet ik nog wel. Stekkers verwisselen en, en al zulke voor dingen. En dan ben je de stekker eraan en dan zei je: boem! Ja, dat waren toch wel een hele leerzame dingen. Dat vonden wij tenminste wel. De dames van Ens deelden jarenlang lief en leed. De bond voelde als een tweede familie. Ik ken ze hier allemaal van, maar we willen het maar niet over hebben. Nee, waarom? Allemaal geloven leed. Ja. Hoe is dat dan, zo'n foto? Ja, ik zat er gisteren ook naar te kijken. Ik denk, ja, zo gaat het in het leven. Hilly Binksma is de voorzitter van afdeling Ens. Vrouwen van nu vergrijst. Lidmaatschap is niet meer zo vanzelfsprekend als in het verleden. Toch is Vrouwen van nu geen bond geworden voor de vrouwen van vroeger. We hebben de laatste tijd toch nog weer nieuwe leden gekregen. En dat gaat dan meestal toch gewoon van mond op mond. Van, uh, het is gezellig. Dus uh, ja. Dus zo blijft het er uh, toch bestaan. staan.